Yo mensen, Beren en ik heb gedacht, vandaag gaan we verder met Pokémon Fire Red. Jazeker, ik zeg nog 5 afleveringen. Ja, ik niet meer, ik weet niet. Trouwens, even kijken naar Pokémon, zijn ze goed geleveld op het moment? Want dat is ook belangrijk. Jazeker, ze zijn allemaal goed geleveld rond level 55. Dat was ik even vergeten, even niet zeker. Wat we gaan doen voordat we naar Elite 4 toe gaan, is we gaan Cell. Want wij hebben hier natuurlijk al heel veel onnodige shit in zitten, zoals het Thunderstone. Gaan we die nog gebruiken? Nee, echt niet. Krijgen we nog 1000, wat was het? We krijgen 1050 euro. Nou, Super Repel. Die hou ik nog even. Revive. Rose High. Dit ga ik allemaal waarschijnlijk niet gebruiken. Quick Claw voor 50. Ja, joh. Goed niet. Leafstone is dan ook weer lekker veel geld. Even kijken, een Iron. Ja, weet je, ik gebruik dit toch niet. Dat kunnen we wel gebruiken, weet je. Calcium, wat zou dit zijn? Weet ik veel, Black Glasses. Wacht. Een item dat helpt bij Pokémon. Een shiny looking pair of glasses that boost dark type moves. Awesome. Ja, weet je, Super Potion, Moonstone. Geeft niet heel veel om. Escape Ropes gaan we niet meer gebruiken, weet ik zeker. Nou, kijk. Glee Stack, wat is een item which helped by Pokémon? It repels wild Pokémon if. Oh wow, als ik dit eerder had geweten, was het fucking chill geweest. Nou, Elixir. Hey, die is chill, die was echt fucking nice om te hebben. Repel. Ja. Kunnen we wel allemaal verkopen, hè? Krijgen we nog wat geld voor? Ja hoor. Wat krijg ik nu? Ja, dit lijkt me zat. Dan hebben we echt lekker veel geld. Dan gaan we Bui. B. Wat als eerste wil is, ik wil een aantal revives hebben, ja. We hebben een 7. Laten we daarvoor maken. 8 erbij, dan hebben we er 15. 15, even kijken, 10 van 6 mensen. Dus dan heb je 6, 12, 18. 18 met nog 6 erbij is 24. Laten we gaan voor 4 en 20. Dus dat wordt, hoef ik dan eigenlijk maximaal kopen. Dan weet ik ook gelijk, oh, 64. Oké. Okay. Dus 24 min dat is 17. Ja, ik doe mijn wiskunde. Ik wil sowieso dus het hele team lekker vaak kunnen restoren. Een full heal, een max repel. Ik denk eerst voor max potion een paar keer kan gaan. Een back 0, ik kan er 28 kopen. Laten we daarvan 15 kopen. Dat is ook wel een goed, goede grote aanval. Aanval, what the fuck. Ik heb een full heal, dat wil ik niet gebruiken. Een full restore wel. We kunnen er nog 11 van kopen. Laten we in ieder geval 6 kopen. Ja. En laten we dan een potions. Kunnen we nog eentje kopen. Oké. Okay. En een full heal, hoeveel heb ik daarvan? En oh, wow, dan kunnen we nog 25 verkopen. Joh. Wacht. Dus een full restore, hoeveel kan ik hier nog verkopen? Dus nog 5 maximaal. Ja, als hij dan 4 van kopen. Ja. Kunnen we hier nog 1 max potion. Kopen die ook. Ja. En dan doen we de rest aan full heals uitgeven. Dat is. Oh, nog maar eentje. Oké. Okay, nou ja, maakt niet uit. Beter iets dan niets. Dan hebben we dus nu super veel shit om ons te verdedigen. Dan ga ik even toe vlak naar binnen gaan natuurlijk. Gaan we zeggen verhaal. Gaan we zeggen save game. Op de onderste slot. Ja, zo. En dan gaan we binnen. En dan gaan we hopelijk de eerste van de Elite 4 verslaan. Moeten we natuurlijk nog wel eventjes Pokémon's checken. Want we willen natuurlijk Sparkle op nummer 1 hebben staan. Want het eerste is ijs. Dan kunnen we met Sparkle natuurlijk alles hartstikke chill doen. Ik ga vanaf nu niks meer doorspoelen. Wacht even. Tools. Cheats. Options. Joypad. Ja, configure. Wat? Motion, default joypad, configure, 1, spatiebalk, speed, dat zetten we op B. Waarom? Dan kan ik niet meer proberen indrukken. Goed, wat gingen we hier nou doen? Oh, je ging nog even aan haar vragen, of ze nog even een keertje wou healen. Voor waarschijnlijk de laatste keer. Want we gaan nou echt eventjes de boel helemaal op scope zetten en door elkaar gooien en wat allemaal nog meer die bij mag komen. We gaan het doen. De laatste episode is hier. Let's freaking go.
of laatste episode. Er zijn nog meer. Dit wordt spannend. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben er zeker weten klaar voor. Here we go. Yes, yes, yes. Here we go. I don't give a fuck. Freezing moves are powerful. Yeah. Aha. Are you ready? I'm ready. Oh, kut, mijn muis staat in de beeld. Nou, hij is in ieder geval weg. Dwarf. Sparkle. Sparkle is fucking chill hier. Alleen het enige nadeel is, als er spark op is, is hij een heel stuk minder sterk. Spark is echt de aanval van Sparkle. Daar ben je op Sparkle. Dat is echt zijn top move. Kijk, dat is super effective. Nog één keertje en hij is dood. Dan heb ik trouwens wel een paar andere aanvallen geleerd. 3 attacks vervangen voor secret power. Ik weet niet precies wat het doet. Weet je, we gaan het gewoon nu uitzoeken. Ik kwam over als een krachtige aanval. Nou, niet echt iets. Nou, als je wel in het rood krijgt hij een full restore. Nou, trouwens, als je nou naar geel toe gaat. Nee. Ik zou zeggen, dan krijgt hij full restore. Ja, zie? Hij krijgt full restore. Dan blijft hij even wat langer afwezig. Of het gesprek, weet je, voordat hij is. Wist ik al. Want dat doen ze altijd hier. Weet je, dat weet ik al. Nou, Spark. Zodra ze in de rood staan in Pokémon, krijgen ze full restore. Ik weet niet hoeveel ze per persoon hebben, maar ik weet dat het echt gruwelijk veel was. Echt niet normaal. Dus ja, gaan we even de Spark afmaken. Misschien een beetje stom om het zo te doen. Weet je, nou hebben we één Spark eigenlijk verspeeld. Wat we niet moeten doen met die Secret Power. Weet je, maakt allemaal niet uit. Cloyster, nee. Nee, dat zijn we niet bang voor. Ja, Spark. Als Spark al dood is, dan was wel heel veel lul. Dit is echt het gebied van ons. Weet je, Spark moet deze kapot maken, zeg maar. Hij is de baas hier. Ik vind de muziek echt vet op de achtergrond. Slowbro, nee, geen probleem, jongen. Kom maar. Beard me, Slowbro. Spark. Go. Super effective. Nog eentje, dan is hij ook dood. Het klinkt alsof hij naar boven komt. Als zo'n clipjes, dan weet je al waarom het is. Dan is hij meteen in de kamer binnengelopen. Nou, Sparky erop. De telefoon was binnenkort ook gaan. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat de telefoon aan het afgetijds opname is. Maar ja, het kan ook aan mij liggen. Goed, nou. Heel veel XP gaan we zo eventjes een heal erop gooien. Lapras ben ik niet bang voor. Want ook Lapras is water en die kunnen we makkelijk aan met ons elektrisch. Dus wat we gaan doen, we gaan zeggen back. We gaan onze FMP ram. Restore, nee, max potion gebruiken. Zo. Dan is dat probleem ook gelijk opgelost. Krijg wel een aanval over ons heen, maar weet je, ben ik niet bang. Een surf, ja. Wat kan ons nou schaden doen? Dat gaat ons echt helemaal vermoorden. Zie je, dan hebben we nou een spark, daarmee winnen wij. Want spark is mijn ultieme aanval die je hebt. It's super effective. Zoals ik al verwacht, een surf. Ja, daar ga ik niet dood van. Tenzij de critical hit is, dan kan ik wel doodgaan. Ja, dit is wel echt een probleem. Want, ja, dan krijg ik weer een server over me heen en dan ga ik weer dood. En ik wil gewoon Sparkle gebruiken om de hele eerste persoon te vermoorden. Oh, Body Slam. Volgens mij doet er heel weinig. Ja. Zie je, daar heb ik dat wel weer goed bedacht, hé. Maybe unable to move. Oeh, Spark. Confusion Rain, no. Please. Alsjeblieft, ga niet vastzitten, Confusion. Please, don't become confused. Hij is al paralyzed, kan trouwens voor mij niet. Het kan wel. Confused, het is anders. Het hurt mezelf. Confused. Godverdomme. Dan heb ik en Spark en mezelf pijn gedaan. Surf. You gotta be fucking kidding me. What? No. Fuck you. Fuck you. Het spookt wel even in. Doe het, Spook. Hypnotics. Ah, mis. Nou, fijn. Dit is een heel weinig. Oh, dat doet wel iets, Ice Beam. Dat is voor mij super effectief op hem. Maar valt wel mee. Ik moet maar even slaap krijgen. Dus, ja, kijk, als je slaap moet, dan is het. Dan is mijn prooi te pakken. Dan kan hij al niks meer. Goed, yes. He fell asleep. Even Dream Eater, dan krijg je weer health terug. Fucking chill. Gaat het van helm health af, dan krijgen wij health erbij. Vind ik echt een hele chille move dit.
Hij kan niks, ik krijg health bij, hij kan niet helpen. Hij heeft een berry. Yes. Super berry. Wat we eigenlijk ook niet hebben voor mijn dingen. Voor mij is Nightmare ook niet. Maar weet ik niet. Ja, het was voor als hij in slaap is. Weet je, ik heb twee aanvallen die afhankelijk zijn van dat hij in slaap is. Dat is op zich niet echt heel chill. Dan krijgt hij voor mij een restore. En anders zijn ze fucking stom, dan heb ik hem gewoon verslagen. Ja, kijk, die restore. Kom op, Spook. You can fucking do this. Ik wil trouwens mijn revise wel eventjes bewaren. Hypnotic. Yes, kijk. Dan kan hij gewoon niks meer. Dat vind ik mooi. Kan hij niks meer slaapt hij. Zeker handig als zo'n Pokémon tegenkomen die echt een of andere super OP aanval heeft. We gaan Nightmares proberen. Wat doet Nightmare ook weer precies? Wacht, het komt elke keer terug, hè? Ja. Dus dan krijgen we elke beurt twee keer schade. Dat is heel chill. Ja, oh, nice. Als we een Dream Eater opgooien, iedere beurt, dan hebben we hem zo neer. Als hij niet wakker wordt trouwens. Als hij wakker wordt, gaan ze allebei naar je useless. Kijk dit. Oké, als de volgende beurt nog slaapt, dan hebben we hem. Als we eerder zijn en hij nog slaapt, dan hebben we hem. Kijk dit dan. Ja. We won. We killed Lapras. No doubt. Kijk dan, dit vind ik zo chill. Dit vind ik zo chill aan Spook. So chill aan Spook. Yes. Jinx. Nee, zijn we niet bang. We doen gewoon weer precies hetzelfde. Dan hebben we die ook verslagen. Grappig verhaal over Jinx. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal al een keer gehoord. Jinx's design was aangepast omdat hij racistisch zou zijn. Zo mooi. Lovely Kiss. Nee, wacht, fuck. Dat is precies hetzelfde idee. Fuck. Fuck. Ik weet niet of... Ja, fuck. Ik zeg, oh, dat pakken we wel. Nee hoor, zijn we dood. Attract, jongens. Nou, valt hij ook nog verliefd op Jinx. Oh. Oh. Eeuw. Een revive. Hebben we er 24 van. Dat moet wel. Okay. Gaan Sparkle erin gooien. Dit gaat hem zo niet worden. Ice Punch. Als hij dood gaat, gaan we trouwens op Spook gebruiken. Gaat hij niet. Bite gaat hem niet worden. We pakken Sparkle erbij. Dat Sparkle gewoon awesome is. Daarom ja. Oeh, als hij nou dood gaat, dan ben ik echt de lul. Oh, het is not very effective. Mooi. Ik dacht misschien doet het heel veel schade. Spark. Bam. Ja, nu ook niet echt heel effectief. Ik denk dat ja, die is ook weg. Oh man, we moeten echt iets hebben wat one hit kills geeft. Full heal. Ja, we hebben eentje van trouwens maar. Hè. Ik kan denk ik beter full gebruiken op Spook. We kunnen Spook even hopen dat Spook Hypnotics kan gebruiken. Ice Punch. Ja, dit is balen die Revive heeft gebruikt. Niet dood, het is echt niet. Wow, dat had ik echt niet verwacht. Ik had echt verwacht. Ah, die is dood. Nou, Shift. Go. Oh nee, Ice Punch. Nou, blijf van leven. En nou is het als ik eerder ben met mijn Hypnotics en hij raakt. Dan heb ik hem verslagen. Hypnosis. Yes! Yes! Nice. Nou heb ik je. Dan kan je niks meer. Nice. You are asleep. I win. Nightmare. Ik hoop dat hij lang in slaap blijft. Dat echt. Dat voor mij twee beurten zo is genoeg. Dus ja, dat komt mooi uit. Dus lakt en toe. Nightmare. Oh, dat gaat zo lekker, hè. Doe ik even Dream Eater. Zo chill dit, zo chill. Oh, ching. It's not very effective, maar niet uit. Dat hebben we ook nog. Komt er ook, wacht. Nightmare. Nightmare gaat voor mij nou dood. Please, laat hem doodgaan. Nightmare, anders zijn we de lul. Nee, we zijn de lul. Dan krijgt hij Full Restore en dan gaat alles weg. Dus wat we gaan doen is dit. Oh, hij krijgt geen Full Restore. Fuck, are you kidding me?
geen full restore. Wauw. Dat zag ik niet aankomen. Ga Charizard even gebruiken, weet je waarom? Het is een Charizard. Slaat helemaal nergens op. Zo'n I know. Maar hij is shiny en hij is awesome. Oh, what the fuck. Zag ik niet aankomen. Zag ik zeker weet niet aankomen. Goed, iets wat ik nog wel even kan aanpakken. Harold, het is het kleins. Lopen krijgt hij nog geen full restore voordat we hem kunnen aanvallen. Gevoel zo weak. Get him, Harold. Attract. Are you fucking kidding me? Come on. Yes. Ik had wel beter iets anders kunnen doen. Maar fijn, nou is hij over een paar beurten toch dood. Dus ja, maakt niet heel veel uit. Dan moeten we eigenlijk proberen schade zoveel mogelijk te beperken. Able, weet ik veel, joh. Bam, bam, bam. Is dood, oké. Okay. Jammer, so be it. We kunnen onze tank erop zetten, Lapras. Dat kan ook wel een goede optie zijn. Die gaat toch niet dood. Die overleeft wel tot het einde van dit rijtje. Attract. Waarom zijn allemaal Pokémon's mannetjes? Why? Why are they all males? Ja. Hehe, eindelijk. Bam, dit duurde veel te lang, het had veel sneller gekund. Ja, kijk. Dat is de eerste. Nice. Better than I thought. Go ahead. You only got a taste of the Pokemon League's power. Nice. Goed, ik bedank voor het kijken. Ik ga even mijn Pokémon refreshen. Dan ga ik door naar de volgende gym leader. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. Hopelijk zie je jou de volgende keer weer. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Dan ben je gelijk up to date. En dan zeg ik, water!